Welkom maagd bij jouw kaartlegging voor de romantische liefdesverklaring. We gaan hierbij als eerste een romantische quote nemen uit een film. Om te kijken wat jouw partner jou graag wil laten weten. Misschien zegt hij het niet zo letterlijk, maar eigenlijk wil jouw partner wel dat jij daarvan op de hoogte bent. En dat is de quote: "The greatest thing you'll ever learn is just to love and be loved in return." En dat is van de film De Moulin Rouge. Ja, dat is een hele mooie levensles die hier staat. En die geldt voor iedereen. Maar ik denk in het bijzonder is, jouw partner bewondert jou voor de liefde die jij aan jouw partner geeft. En jij mag nu je ook openstellen voor de liefde die jouw partner jou teruggeeft. En ja, dat is het geven en dat is het nemen, maar dat zit hier in de natuurlijke flow, in de logische volgorde van zaken. Dat is nu echt heel rationeel uitgedrukt. Maar ja, die liefde die jij geeft aan jouw partner zorgt ervoor dat jouw partner jou nog graag en nog liever gaat zien. Wat dan weer die wisselwerking versterkt, hè? Waardoor dat jij weer iets heel klein, een kleine attentie naar jouw partner doet en dat dan weer terugkomt. Het doet me eigenlijk denken aan het lemsinaat, hè? Dat is die platliggende acht, hè? Dat is het heen en weer gaan van de liefde die in harmonie is. Doordat er gewoon die mooie, eerlijke, oprechte liefde voor elkaar is. En dan gaan we er ook nog een liefdesquote bij nemen uit een liefdesliedje. En dan gaan we eens kijken of dat die de vorige quote bevestigt. Of misschien voegt die er nog een extra laag aan toe. "Have I told you lately that I love you? Have I told you there is no one else above you? You fill my heart with gladness, take away all my sadness, ease my troubles, that's what you do." En dat komt uit het liedje "Have I told you lately that I love you" van Rod Stewart. En ik vind het er gewoon heel mooi bij aanvullen. Jouw partner, die ziet jou echt gewoon ontzettend graag. Hij of zij heeft het misschien de laatste tijd niet zo letterlijk gezegd, maar jij bent echt wel de ene, jij bent echt wel de ware. Er is niemand anders. Jij bent zijn of haar alles. Je bent degene ook, door de liefde die jij geeft aan jouw partner, vul je echt oprecht zijn of haar hart met liefde die je dan terug kan krijgen. En ja, moest er dan een beetje verdriet zijn of een beetje teleurstelling zijn, wat dan allemaal menselijke gevoelens zijn, dan ben jij de steun en toeverlaat voor jouw partner om dat op te vangen, om dat terug om te draaien in iets positiefs. Eigenlijk gewoon door de liefde die jij geeft aan jouw partner. Heel, heel mooi. En dan gaan we ook nog een complimentje bijnemen. Eens kijken welk complimentje jouw partner jou graag zou willen geven. En dat is het compliment: "Hoe kan dat nou dat je er altijd zo goed uitziet?" Super, hè? Geweldig. Zo, dit was jouw kaartlegging voor de romantische liefdesverklaring. Fijn dat je keek en ik wens je nog een prettige dag.